Hiermee open ik deze academische zitting waarin meester Michiel Antonius Christianus Borgers zijn academische proefschrift getiteld Are Architecture Principles Effective? A Study in Dutch Governmental Organizations in het openbaar zal verdedigen. Mijn naam is Rianne Letschert, ik ben de rector van deze universiteit. Welkom allemaal op deze bijzondere middag. Wat fijn dat er ook weer publiek in de zaal mag zijn. Welkom in het bijzonder natuurlijk aan onze promovendus en zijn twee geweldige paranymfen. Wat goed om te zien. Ik wil u als eerste verzoeken om een samenvatting van uw proefschrift te geven. En daarna zal ik de commissieleden voorstellen op het moment dat zij hun vraag zullen gaan stellen. Het woord is eerst aan u. Dank u, rector. Geachte gasten, principes. Wat is nou zo leuk of interessant aan principes? Principiële mensen kunnen soms behoorlijk irritant zijn. En de vraag is, waarvoor heb je dan nodig? Echter, principes, onze principes die richten ons leven op allerlei manieren. Een concreet voorbeeld. Inclusiviteit. Inclusiviteit is een principe dat bij ons ook aan de universiteit hoog in het vaandel staat. Daarnaast, en dat hebben we recent gemerkt in Europa, is inclusiviteit ook een hot topic geweest. Rond de LHBTI-discussie met Hongarije. En terecht. Dus principes zijn belangrijk en richten daarin ons leven en in discussies. Echter, als je naar Nederland kijkt en hebt over inclusiviteit, kun je me afvragen of wij die inclusiviteit ook altijd volgen. Denk maar eens bijvoorbeeld als je een Marokkaanse of een Turkse achternaam hebt, of je gepest bent in het verleden of nog steeds, of dat je door je jeugd misschien wat anders gedraagt dan anderen. Respecteren die mensen ook. Wat zijn dus de principes? Voordat ik jullie allemaal ga meenemen in een ingewikkeld technisch verhaal, wil ik eigenlijk een voorbeeld aanhalen. Een voorbeeld van iets tastbaars, een stad. Een stad die wordt gebouwd en doorontwikkeld ook op basis van principes. Een van die principes die je zou kunnen hanteren is de duurzame stad. Wij willen een duurzame stad zijn. Wat betekent dat nu? Dat betekent dat je wil wonen en werken in een gezonde stad, een duurzame stad. En dat de energie daar bijvoorbeeld niet in opgaat. Het heeft ook consequenties. Daarmee hebben we een doel. En dat doel is dat we een gezonde stad willen hebben. Ik ben nu even... Excuses. Wat willen we ermee bereiken? Met het doel van een... Save by the bell. Wat willen we met een duurzame stad bereiken? Nou, dat die leefbaar is en dat je er gezond in leeft. Dus dat is het doel. Het heeft ook wel implicaties. Namelijk dat je een autovrije stad hebt. Dat je energiezuinige woningen wilt realiseren en moet hebben. En dat je ook bijvoorbeeld in restaurants gezond voedsel moet aanbieden. Alleen een principe benoemen met deze drie zaken is niet alles. Want je moet ze ook gaan gebruiken. En daarvoor heb je randvoorwaarden nodig. Dus accepteren die principes. Ze hebben een bepaalde kwaliteit. En ze moeten gevolgd gaan worden. Vergelijkbaar, in vergelijking met die duurzame stad. Als je naar een autovrije stad wil gaan, moet je wel alternatief vervoer aanbieden. De burger moet accepteren dat ze duurdere huizen moeten gaan kopen. En die principes moeten door de burgers worden opgevolgd. En wat betekent dat? Dat je bijvoorbeeld niet naar de McDonald's gaat, maar dat je dan naar die restaurant toe gaat waar gezonde eten is.
Nu door naar de digitalisering. Een mooier woord voor digitalisering is het bouwen van informatiesystemen. En het begrip informatiesystemen is eigenlijk een containerbegrip van 5 elementen. Hardware, software, gegevens, procedure en mensen. En dit is veel meer dan IT alleen. Want je kunt wel een stuk IT neer gaan zetten, maar als het niet goed gebruikt wordt, de procedures niet worden gevolgd, of die mensen gaan hele andere dingen doen, dan werkt het informatiesysteem nog steeds niet. Om zo'n systeem te bouwen, gebruiken we architectuur. Net zoals met het bouwen van een stad, of bij het doorontwikkelen van een stad, gebruiken we architectuur. Ontwerpen, concepten en architectuurprincipes. Dus weer terug naar het verhaal van de principes. Ook voor IT gebruiken wij principes met een omschrijving, een doel, implicatie, etc. Concreet voorbeeld. Je wil een stuk nieuwe software maken. Of software hebben eigenlijk. Dan is het doel dat je een nieuw stukje digitalisering neer gaat zetten. En dat je een bepaalde functie gaat realiseren. Echter, om die software te realiseren, ga je een principe hanteren. En het principe zegt bijvoorbeeld, ik ga eerst eens even kijken of ik de software al ergens in huis heb. En dan zeg ik pas, als ik de software niet in huis heb, dan ga ik het kopen. En als het dan ook niet mogelijk is, dan ga je pas zelf bouwen. Dan terug naar het principe. Dat kun je natuurlijk alleen maar doen als je ook je randvoorwaarden goed geregeld zijn. En die randvoorwaarden is bijvoorbeeld dat je moet weten hoeveel software je in huis hebt. En ook dat klinkt wel heel erg simpel. Echter, in een beetje organisatie heb je al 300 softwarecomponenten. En in softwarecomponenten heb je daaronder nog 10 of 20 componenten daarbinnen meer. Dus dat is wel heel erg lastig. Dus dan moet je goed op orde hebben om zo'n principe te kunnen volgen. Daarnaast moet zo'n principe dan ook worden opgevolgd door de organisatie. Dus je kunt wel een principe hebben van rond die software. Echter, als ergens in de organisatie dan toch stiekem weer software wordt gekocht, omdat ze dat veel fijner vonden, gaat je principe weer helemaal down the drain. Dus vandaar ook voor digitalisering, het bouwen van informatiesysteem gebruik van principes. Nou heb ik principes wel een beetje uitgelegd, zowel met een praktijkvoorbeeld uit het echte leven als in de IT-kant. Eigenlijk hoor je dat best wel ingewikkeld is. Waarom gebruik je dan toch eigenlijk principes? Nou, wat ik aan het begin ook al zei, we zijn aan het digitaliseren en we willen daarmee de maatschappij verbeteren. En daarmee ook de Nederlandse overheid verbeteren. Dat doen we op basis van projecten. Uit studies, en er kan natuurlijk heel veel discussie over gevoerd worden, maar er is een schatting dat tussen de 95% van de projecten uiteindelijk falen. De functionaliteit wordt niet opgeleverd, het project wordt veel te laat opgeleverd. Het systeem gaat nooit werken, het functioneert nooit meer, dus een volledig falen van het project. En een tweede voorbeeld als indicatie is het feit dat men bijvoorbeeld in de Nederlandse overheid van tevoren heeft ingeschat hoeveel geld er nodig is om die projecten te doen. En dat nu in de Nederlandse overheid ongeveer wordt geschat dat het 37% meer geld kost dan oorspronkelijk ingeschat. En dat is ongeveer een bedrag van 1,9 miljard euro. Dus je wil die projecten verder gaan richten. Oh sorry, ik vergeet één ding erbij. Want projecten die zijn dus minder succesvol. Op functionaliteit, tijd en geld, wat ik net zei. Dus op het falen ervan, omdat functionaliteit niet wordt opgeleverd, veel meer geld gaat kosten enzovoort. Er zijn nog 3 andere factoren die ook van belang zijn voor het succes van projecten. Dat is namelijk dat het systeem gebruikt moet worden. Dat de gebruikers tevreden moeten zijn met het systeem. En dat die voor de organisatie een toegevoegde waarde heeft. En dan weer even terug naar de metafoor van de stad. Stel dat je nou als een project zou willen opstarten en zeggen van als stad wil ik bijvoorbeeld een vliegveld hebben. Dan ga je zo'n vliegveld bouwen. En zo'n vliegveld zou zomaar op tijd kunnen worden opgeleverd binnen het huidige budget. Echter, als ondertussen de burger niet meer wil gaan vliegen en liever de trein pakt, en de stad ondertussen duurzaam is geworden, dan is die toegevoegde waarde van dat vliegveld natuurlijk
irrelevant geworden. En de conclusie is dan ook, is dat project nog wel of niet succesvol? Dat gezegd hebben we willen projecten meer richten zodat ze succesvoller zijn. Dat willen we doen op basis van architectuurprincipes. En de architectuurprincipes hebben een aantal eigenschappen waar je op wil gaan sturen. Echter, ondanks dat wij al jarenlang met architectuurprincipes werken bij het doen van IT-projecten, was er eigenlijk nog geen wetenschappelijk onderzoek geweest naar het gebruik van architectuurprincipes. Tot nu. In mijn onderzoek heb ik gekeken naar de effectiviteit van die principes. Doen ze er wel eigenlijk toe? En ik ben begonnen naar 3 projecten te kijken in de Nederlandse overheid. In die 3 projecten heb ik gekeken naar enerzijds het gebruik van de principes en aan de andere kant het succes van de projecten. En die 2 heb ik uitgezet op een 2x2 matrix. En op deze 3 cases konden we aantonen dat de principes een toegevoegde waarde hadden gehad bij het succes van de projecten. Daarnaast heb ik ook gekeken naar de 3 projecten overkoepelend. Wat zagen we eigenlijk, als je die projecten naast elkaar zet, ook nog aan aanvullende indicaties dat principes zouden kunnen werken. Eén daarvan is dat principes eigenlijk afspraken zijn. Dat klinkt heel simpel, maar als je met architectuurprincipes kijkt, ook conform die elementen die ik net noemde, als randvoorwaarden, doel, omschrijving, bleek dat principes niet altijd werden opgeschreven, maar wel met elkaar werden gecommuniceerd. Dus het zijn ook gewoon afspraken tussen mensen die zich daaraan wilden houden en wilden opvolgen. Het tweede is dat er een verhouding was tussen kwaliteit en kwantiteit. We ontdekten eigenlijk dat een paar principes veel meer effectief waren dan andere principes. Dus heel veel geld, je kunt beter maar een paar goede principes hebben dan heel veel. En als laatste constateerden we ook dat als je een slecht principe koos, dat er in 2 cases in ieder geval indicaties waren dat dan het project niet succesvol zou zijn. Het waren 3 cases. En er is nog meer onderzoek nodig. En ik doe dus ook oproep naar de wetenschap om te kijken naar hoe we verder kunnen gaan met architectuurprincipes. Liefst ook kwantitatief, maar in ieder geval zorgen dat we meer kennis en ervaring kunnen opdoen op dit gebied. En we ook duidelijk omstotelijk kunnen vaststellen dat architectuurprincipes echt effectief zijn bij het doen van IT-projecten. Dat is voor later. Voor nu de verdediging. Ik geef het woord graag terug aan de rector. Dank u wel, meneer de kandidaat, voor deze samenvatting. Wij hebben een grote oppositiecommissie, kan ik u vertellen. Allereerst tegenover mij zit het begeleidingsteam, promotor Frank Harmsen van onze eigen universiteit en co-promotor professor Erik Proper van de Universiteit van Luxemburg. Welkom ook hier vandaag. En daarnaast hebben wij ook 2 oppositieleden op het scherm. En ik zal ieder individueel aankondigen, voorstellen op het moment dat zij de vraag gaan stellen. Dit gaan wij ook allemaal binnen de tijd doen. Dat is mijn taak. Dat het gaat allemaal goed komen. Ik wil graag als eerste de oppositie laten openen door professor Meeuwissen. En professor Meeuwissen is hoogleraar op de thematiek van control en auditing aan de Universiteit Maastricht. Het woord is aan u. Dankjewel, mevrouw de rector. Beste Michiel. Beste promovendus. Allereerst mijn felicitaties, Michiel. Proefschrift is afgerond. Het is altijd een goed moment. Dus heel, heel mooi. En ik denk dat je een heel belangrijk probleem adresseert. Je hebt het uitgelegd. Overheidsorganisaties, IT-projecten. Daar gaat altijd heel veel mis. Zijn vertraagd. Lopen uit het budget. Allerlei obstakels. En dat is heel kostbaar. 1,9 miljard gaf je aan. Nou, dat moet betaald worden. Bij normale bedrijven betalen dat de aandeelhouders. Als dat bij de overheid zit, dan betalen we het allemaal. Dus dat is wel een essentieel iets. En jij onderzoekt dat bij overheidsorganisaties. Wat dat betreft denk ik dat je een heel relevant onderzoek hier doet. Maar ik heb er ook tevens een vraag over. Dat is een algemene vraag. Want je onderzoekt de relatie tussen architectuurprincipes en het succes van IT-projecten. Je doet dat door middel van 3 case studies bij de Nederlandse overheid. En je concludeert ook dat werkt. Dat er dus dat als een organisatie voor architectuurprincipes dit doet,
dat het een positieve bijdrage levert aan het succes van het IT-project. Nou, dat is een hele mooie conclusie. Maar jij beperkt dat tot overheidsorganisaties. Hè? Dat is van de ene kant ook een beperking, want organisaties in de overheid vormen maar een deel van alle organisaties in Nederland. Dus hoe kunnen we dit nou vertalen naar andere organisaties? Dus eigenlijk is mijn vraag, welke condities en architectuurprincipes zijn zodanig universeel, zowel vanuit de literatuur als vanuit je eigen onderzoek, of vanuit vergelijkbare condities van die organisaties, situationele variabelen, dat we die ook kunnen beschouwen als zinvol voor niet-overheidsorganisaties. Dat is de primaire vraag. En als ik dan kijk naar je stellingen, dan heb je bijvoorbeeld bij stelling 3 geef je aan van nou, die hebben daarover essentiële architectuurprincipes. Zijn dat dan die essentiële architectuurprincipes, of moet het daar wat anders onder verstaan? Dus het gaat meer om hoe kunnen we dit vertalen en wat versta je daaronder en hoe wil je dat, hoe zou je dat handen en voeten geven? En ik had graag daar jouw visie op. Geachte hooggeleerde opponent, dank voor uw complimenten en voor de felicitaties. En u stelt eigenlijk inderdaad twee vragen, zoals ik het goed begrepen heb. En eigenlijk het antwoord op, zijn die essentiële architectuurprincipes makkelijk te vertalen naar niet-overheidsorganisaties, zou het antwoord gewoon heel kort nee zijn. Echter, dat zou misschien een te kort door de bocht antwoord zijn. En ik zou er wat over willen uitweiden om dat verder toe te lichten. Ten eerste, als je goed kijkt naar het gebruik van architectuurprincipes, is, ik noem het maar even, dat het maatwerk is. Daarom hebben we ook bewust gekozen om in de methode naar case study aanpak te gaan, omdat de context waarin de principes worden gebruikt zeer van belang is. En je ziet ook dat als die principes goed worden vertaald naar een specifieke organisatie, dat ze dan effectief zijn. En dat is denk ik een beleving, dat geldt zowel voor overheidsorganisaties als niet voor overheidsorganisaties. Dat gezegd hebbende, kun je dus niet zomaar een principe van de een naar de andere organisatie overplaatsen. Ik heb ook ergens anders, in het boek heb ik ook even een overzichtje gemaakt. We hebben even gekeken, kun je naar een aantal generieke principes overgaan. Juist met het idee dat je die generiek dan overal in de maatschappij zou kunnen toepassen. Het antwoord is, we zagen daarin juist geen verschil of geen unieke positief effect. Dat was ook een beperkte steekproef, maar desalniettemin zagen we daar geen signaal in. En dat bevestigt dat je principes altijd specifiek moet maken voor de organisatie. Dat gezegd hebbende, wat zijn dan die essentiële architectuurprincipes dan wel? Dat heeft heel sterk mee te maken dat, wat ik ook eigenlijk in mijn lekenpraatje zei, je kunt beter voor kwaliteit gaan dan voor kwantiteit. En als je een enkel principe zo kan definiëren die veel van de essentiële requirements die je wil gaan realiseren mee zou kunnen omvatten of zou kunnen kaderen, dan ga je met die specifieke essentiële principes zeer succesvol zijn. Die hebben meer impact. Helaas zul je dat dus per casus moeten doen, zowel voor overheidsorganisaties als voor niet-overheidsorganisaties. Volgens mij heb ik daar een verduidelijkheid gegeven over antwoord op de vraag 2. De vraag 1 is dan, hoe gaan we dat dan wel doen in niet-overheidsorganisaties? Ik zou er misschien wat langer bij stil moeten staan, over na moeten denken, maar mijn eerste reflex zou toch heel flauw zijn, ja, laten we deze aanpak breder uitrollen, ook binnen overheidsorganisaties, maar ook vooral bij niet-overheidsorganisaties. En dan opnieuw maar eens even kijken wat daar dan voor wel of niet aanvullende constateringen uit naar voren zouden kunnen komen. Maar in instantie zou ik daarbij zeggen, pak deze methodiek op, hij is nu 3 keer getoetst en laten we dan proberen meer data en kennis hiervan op te doen. Ik hoop dat ik daarmee antwoord heb gegeven op uw 2 vragen. Ja, voor een groot deel wel. Nog 1 aanvulling daarop, want dat zou in principe ook betekenen dat als wij dit allemaal steeds specifiek moeten maken voor de organisatie, dan zouden er in Nederland gewoon 20.000 proefschriften nodig zijn om dit te kunnen realiseren. En je noemt het architectuurprincipes, dus er moet een soort overarching principle zijn waarvan ik denk, waar zit het hem in? Hè? Want uiteindelijk, niet-overheidsorganisaties hebben ook een budget, die hebben ook behoefte aan data, die hebben ook behoefte aan security, die hebben ook, dus noem maar op. En waar zit hem dat gemeenschappelijke dan, waarvan u zou denken, dit is hem? Ja, kijk,
misschien moet ik het dan toch teleurstellen. En ik kan me herinneren zelfs nog vanochtend een mini-conferentie vanochtend. En er werd gesproken over de silver bullet. En ik proef bijna dat u zoekt naar een silver bullet. Dan zeggen we, als we die basisprincipes zouden hebben, dan lossen we even, ik zeg het heel gechargeerd, dan lossen we even alle problemen van het bouwen van informatiesystemen op. Helaas, dat gaat niet. Misschien met gepast, iets wat terughoudendheid. Ik denk dat met het proefschrift wat hiervoor ligt, ik wel wat recept heb gegeven waar een principe aan zou kunnen voldoen. En ik zou zeggen, op een metaniveau denk ik dat hier wel een richtsnoer is, die alle organisaties sowieso gaat helpen om in de praktijk te gaan gebruiken bij het definiëren van principes en het uitvoeren van de principes. Oké, dank u. Hartelijk dank. De oppositie wordt voortgezet door dokter Van Geels, werkzaam bij het instituut Strategy Alliance. Dank u wel. Geachte kandidaat, beste Michiel. Allereerst gefeliciteerd met een prachtig proefschrift. Vooral complimenten omdat je hiermee bijdraagt aan de symbiose tussen theorie en praktijk. Vanuit de wetenschap bestuderen we de praktijk. Daar komen nieuwe inzichten uit en hopelijk gaan onze eigenwijze architecten uw inzichten dan ook toepassen en verbeteren we daarmee de praktijk. Dus toch ontwerpgericht onderzoek wat dat betreft. Ik zou graag met u stil willen staan bij stelling 6. En stelling 6 luidt: enterprise architecture zou veel meer moeten zijn dan een mathematische exercitie. Einde citaat. Het woord mathematisch suggereert enige mate van precisie. Het suggereert dat architecten in zekere zin heel precies hun werk doen. Een van de aanwezige hoogleraren had als titel voor zijn oratie exacte vaagheid. En dat suggereert precies het tegenovergestelde. Dus mijn vraag, zijn die architecten nou eigenlijk wel zo precies als we misschien denken? En hoe komt u nou toch bij de stelling dat het meer zou moeten zijn dan een mathematische exercitie? Zeer geleerde opponent, ook dank voor de felicitaties. Ik wil meteen ingaan op naar stelling 6, mathematische exercitie. Ik had er niet voor niets bewust quotejes bij gezet. En dat is natuurlijk wetenschappelijk een truc natuurlijk om er net even wat meer ruimte in te geven dan een harde definitie. En dat gezegd hebben, dan bedoelde ik even met mathematische exercitie, dat als je kijkt naar het vakgebied van architectuur, maar ook met architecten spreekt, dat zeer blauwe mensen zijn. En wat bedoel ik daarmee voor mensen die blauw zijn? Die zijn niet een stelletje smurven, maar het zijn mensen die in formele structuren denken, die in regels denken. En die alles willen vastleggen in stukken. En juist ook in mijn proefschrift, en dat heb ik ook net verteld in dat lekenpraatje, is dat het natuurlijk gewoon om afspraken gaat, is ons heel informeel kunnen zijn. En daarom deze oproep met deze stelling, is dat wij ook juist, ook in het wetenschappelijk onderzoek, maar ook in de praktijk, we architecten heel erg op dat blauwe zitten, op dat mathematische zitten. Terwijl ik denk dat er een kracht zou zitten, en dat met alle respect voor de architecten, als de architecten wat meer menselijk zouden zijn, en de dialoog zouden aangaan, en dat we daarna een gigantische winst zouden maken, niet alleen voor het vakgebied, maar vooral voor het realiseren van die systemen. Dus dat is voor mij vooral een oproep naar het vakgebied, naar het wetenschappelijk vakgebied om ook de sociale kant te adresseren, maar ook naar het vakgebied om te zeggen, jongens, besef ik meer dat het alleen maar is dan het formuleren van mooie documenten, van mooie plaatjes en mooie schema's, maar ga het gesprek met die mens aan. En als die gebruiker, die eigenaar, als die dat snapt, dan heb je al heel veel gewonnen. Ja, daar kan ik een heel eind in meegaan. Mag ik nog een vervolgvraag stellen? Ja hoor, graag. Dank u. Daarmee maakt u ook een mooie brug naar stelling 9 en naar uw openingspraatje. Stelling 9 heeft u ook in uw openingspraatje namelijk genoemd. En die stelling luidt: in een inclusieve wereld telt iedereen mee. Wederom dat tellen, u lijkt toch wel een voorkeur te hebben voor iets wat met rekenen en wiskunde te maken heeft. Je zou je af kunnen vragen, meetellen, wat betekent dat nu eigenlijk? En dat, u refereerde al aan inclusiviteit, mensen die allemaal mee moeten doen, ongeacht huidskleur en religie, dat soort zaken nogal meer. Dat is wel een interessante perspectief.
Maar ik zou het eigenlijk een ander woord uit die stelling beet willen pakken. Dat is het woord iedereen. In ons huidig tijdsgevricht zou je kunnen stellen dat ook een artificial intelligence, een AI, een persoonlijkheid heeft. En wat nou als de AI ook mee gaat doen in onze wereld? Wat betekent het principe dan nog? En wat zegt dat dan voor de toekomst van het vakgebied? Een zeer interessante punt om aan te halen. Het eerste waar ik aan denk als het gaat om AI, in relatie tot deze stelling van inclusiviteit, had ik het vooral als iedereen over mens. En vind ik AI echt geen mens en vind ik dat een systeem. En toch, en dan word je bijna filosofisch en ik hoop dat ik daar wat ruimte voor krijg, maar ik denk dat we AI kunnen we niet meer negeren. Dat zal steeds meer gaan plaatsvinden. Los overigens van de definitie van AI. Want de echte AI moet volgens mij nog heel erg gaan plaatsvinden. Maar dat is volgens mij voor een ander onderzoek om verder uit te bouwen. Dus gegeven het feit dat AI ook mee gaat doen. En ze ook meetelt. Dus in die zin zou die in de stelling mee kunnen gaan. Moeten we ook vooral gaan zorgen met elkaar. Dat juist mensen die daardoor buiten de boot gaan vallen. Door die AI. Ook zeker niet gaan vergeten. Dus in die zin gaat die stelling twee kansen op. Ja, we moeten AI meenemen. Maar daarmee wordt deze stelling nog belangrijker. Zodat mensen niet buiten de boot gaan vallen. Maar u kunt zich geen wereld voorstellen waarin bijvoorbeeld de rol van de architect ingevuld wordt door een AI. Die allerlei scenario's veel beter kan doorgronden dan de toch al blauwe architecten waar we het zojuist over hadden. Zeker als het blauw gaat, zou dat relatief makkelijk kunnen. En heb ik zo daar ook helemaal geen bezwaar tegen kunnen hebben. Want het is eenmaal een functie die ik wil invullen. En dus ook daar heb ik daar helemaal geen problemen. Oké, daar kan ik wel wat mee. Dank u voor uw antwoord. Hartelijk dank. De oppositie wordt gecontinueerd door professor Hilhorst van Nijenrode Universiteit. Welkom bij onze universiteit. Fijn dat u er bent. U mag uw vraag stellen. Ja, dank u wel, mevrouw de rector. Michiel, van harte gefeliciteerd met het mooie proefschrift dat je hebt geschreven. In het bijzonder vind ik het heel knap dat je dit doet naast een gezin met wel 3 kinderen, volgens mij. En je hebt ook genoeg aan je hoofd gehad, zoals we wel in de krant hebben kunnen lezen, de afgelopen jaren, in ieder geval zeer recent. Ik weet uit eigen ervaring hoe zwaar dat kan zijn. Mijn vraag zou zijn over je onderzoek het volgende. Je hebt aan het begin van het onderzoek aangegeven dat je gebruik maakt van een black box methode. Je kijkt of er architectuurprincipes zijn en of er sprake is van projectsucces. Terwijl als ik zou kijken naar de aanpak van je onderzoek, namelijk 3 in-depth case studies, ik zou verwachten dat je de hoe-vraag zou beantwoorden. Kun je aangeven waarom je niet hebt gekeken naar hoe architectuurprincipes bijdragen aan projectsucces? Hoogleraar opponent, ook dank voor de felicitaties. En uw vraag met betrekking tot de black box aanpak ga ik graag toelichten. Wat ook in de inleiding al beschreven is, is dat het een onderzoeksgebied was wat eigenlijk wetenschappelijk nog niet wel goed was beetgepakt. Hè? De vertaling van principes vanuit de theorie naar de praktijk toe. En voor mij was het dus in eerste instantie de vraag, omdat het gebied nog zo nieuw was, om eerst te vragen of überhaupt er wel een effect te bereiken was, in plaats van de vraag te beantwoorden hoe dat effect dan zou plaatsvinden. Dus dat voor mij in de aanpak te maken van probeer het eerst stapje voor stapje af te pellen. Dus eerst kijken naar of er überhaupt een effect was. En dan pas daarna te kijken naar hoe het effect zou kunnen zijn. Dus vanuit dat perspectief heb ik besloten om eerst de black box benadering te kiezen. En die vraag te beantwoorden van of ze überhaupt principes überhaupt effectief zijn. Ik geef inderdaad daarna in hoofdstuk 5 bij vervolgingsonderzoek aan dat het ook super interessant is om te kijken hoe dat dan zou kunnen plaatsvinden. Heeft dat te maken in de vertaling van de beschrijvende principes aan de voorkant of halverwege het proces? Komen er principes ergens binnenvliegen die opeens veel effectiever blijken te zijn? Dus er zijn heel veel interessante vragen te stellen. Echter, gegeven het beginnend onderzoek waar we in stonden, heb ik echt bewust gekozen om mezelf niet te overeten. Misschien wel toch door mijn drukke baan met gezin en de cyberaanval wist ik toen nog niet, maar in ieder geval
om het onderzoek maar in ieder geval in te perken. Maar het is een terechte vraag om ook de hoe-vraag te gaan beantwoorden met elkaar. Maar daar heb ik gewoon gezien de situatie even een andere keuze in. En toch hoor ik net ook in de reactie op de eerdere vraag van een opponent dat u er wel over na heeft gedacht over deze hoe-vraag. Omdat u het ook heeft over menselijke aspecten die een belangrijke rol spelen. Kunt u daar wat nader op ingaan? Nou ja, vooral het menselijke aspect heeft mee te maken omdat ik heb gewoon gekeken in de onderzoeksaanpak. Zijn principes gebruikt, hè, aan voorkant, of zijn ze gebruikt in het project? En wat is de uitkomst van het succes van het project geweest? En ik heb natuurlijk wel moeten onderzoeken, op basis ook gewoon van de definitie in hoofdstuk 2, van zijn er principes gebruikt in die organisatie? En er was ook één casus waarvan men van tevoren zei, nou, we hebben bijna geen principes gebruikt in onze organisatie. En ze bleken achteraf een best een behoorlijk aantal toch gebruikt te hebben. Ze waren alleen niet gedocumenteerd. En daarom heb ik dus de conclusie over dat principe dus een afspraak tussen mensen is van kunnen constateren vanuit mijn black box benadering. En daarmee geef ik inderdaad wel mijn persoonlijke mening over dat als een afspraak is, dat daar natuurlijk een sociaal aspect in zit over de hoe-vraag. Maar dat heb ik niet geconstateerd vanuit mijn onderzoek, maar gewoon vanuit, ik zou zeggen, de ervaring en de constatering dat op het moment dat afspraken maakt dat een sociaal proces is. Een aanvullende vraag is dat u aangeeft dat essentiële architectuurprincipes, dat daarbij van belang is dat kwaliteit boven kwantiteit een rol speelt. Hè? Hoe kan ik nou, we hadden het vanmorgen bij de mini-conferentie inderdaad over, er is geen silver bullet helaas voor het succes van IT-projecten. Maar hoe kan ik nou als projectopdrachtgever een niet-essentieel principe van een essentieel architectuurprincipe onderscheiden? Dit is een hele, ik zou bijna zeggen, een hele makkelijke vraag. Om te beantwoorden als, niet voor mij, maar sorry, als opdrachtgever van hoe onderscheid ik die zaken. En dat heeft mee te maken dat essentiële architectuurprincipes zijn principes waar veel essentiële requirements aan gelinkt zijn. Je ziet ook in de voorbeelden terug dat voor al die principes er op zijn minst 3 of 4 of 5 essentiële requirements uit het systeem aan waren gedefinieerd. Dus op het moment dat ik als opdrachtgever aan een architect zou vragen van welke principes zijn er nou essentieel en welke kan ik dus eigenlijk gewoon meteen weer weggooien, zou ik meteen de vraag stellen, hoeveel essentiële requirements kan ik richten met dit principe? En nou, als je op een totaallijst van, laten we zeggen, 15 essentiële requirements, je er 6, 7, 8 al meteen afdekt, dan is je essentieel. Is het er maar eentje, gooi hem weg, is het 0. Dan moet je sowieso een ander gesprek met de architect gaan voeren. Dus hoe dichter een architectuurprincipe tegen een requirement aan ligt, hoe beter het functioneert voor projectsucces. Dat essentiële requirements, want een systeem heeft heel veel requirements, soms met hele detail-eisen en wensen van gebruik, maar het gaat om de essentiële requirements, waarmee het succes, het falen van het systeem wordt bepaald. Die worden ook van tevoren vaak wel vastgelegd. Dus je moet vooral kijken naar die essentiële requirements, dat daar zoveel mogelijk een koppeling te maken is tussen de principes enerzijds en de essentiële requirements anderzijds. Oké, dankjewel. De oppositie wordt voortgezet door professor Bruggen van onze eigen universiteit, hoogleraar Accounting and Information Management. Dank u, mevrouw de rector. Nou, beste kandidaat, beste Michiel. Ten eerste, van harte gefeliciteerd met het behalen van je proefschrift. Ik vond het heel interessant om te lezen. Ik heb het graag gelezen. Ik wist niet helemaal wat ik kon verwachten. Ik wist wat architectuur is. Ik wist wat een principe is. Ik wist niet wat architectuurprincipe is. Dus na het lezen van je proefschrift had ik het gevoel, nou, ik heb wel iets geleerd en dat vind ik wel goed. Het is zonder twijfel een heel belangrijk onderwerp. Heel veel organisaties hebben moeite, vinden het lastig met de implementatie van een informatiesysteem, het gebruik daarvan, het design daarvan. En de architectuur daarvan, van IS, blijkbaar speelt een belangrijke rol. Nou, ik kan nu doorgaan en tot de complimenten geven over je proefschrift, maar weet allemaal, dat is niet allemaal mijn taak. Dus ik wil je graag over een wat kritische vragen stellen.
Een van jouw posities in jouw proefschrift is dat een IS-architectuur heel belangrijk is om effectief te zijn. Dus de effectiviteit van zo'n IS-architectuur is iets wat een groot onderdeel van je proefschrift is. En je definieert een architectuurprincipe, en ik citeer je even. An architecture principle is a declarative statement based on, at least, business and IT strategy. It normatively describes a property of the design of an information system that is necessary to ensure that the information system meets its essential requirements. Helder. Dus architectuurprincipes worden dus wel bepaald van diegenen die daarvoor een beslissing nemen of ze een IS invoeren, of ze het implementeren. Dus de vraag is, waarom zou een organisatie iets implementeren wat niet effectief is? Dus in principe gaat het naar de basis van, waarom zou je die vraag stellen, waarom een architectuurprincipe effectief is? Tenzij er zijn gedragsmatige redenen waarom een effectiviteit niet zo is zoals gewenst of andere onverwachte dingen, maar daar heb ik weinig over gelezen. Dus ik hoor graag uw antwoord. Hooggeleerde opponent, dank u ook voor de complimenten en dat ik u nog wat extra kennis heb kunnen bijbrengen op het vakgebied. En nu naar uw vraag. En ik hoor eigenlijk, misschien dat ik uw vraag nog niet helemaal begrijp. Dus ik ga proberen de vraag even te herformuleren en dan graag even uw reactie of ik u goed begrijp. Maar ik hoor eigenlijk twee dingen. Ik heb onderzocht of de architectuurprincipes effectief zijn bij het realiseren van het informatiesysteem. Daarnaast moet het informatiesysteem weer effectief zijn voor de organisatie. De keuze of het systeem noodzakelijk en dus effectief voor de organisatie is niet aan de architect. Dat is aan de business owner, zoals het in populaire termen heet. Maar dat heeft natuurlijk inderdaad te maken met die business- en IT-strategie die we met elkaar voeren. Dus als ik antwoord geef op uw vraag van, bepaalt de architectuur of het systeem effectief is, is het antwoord erop nee, want dat is niet aan de architect aan zich. Dat bepaalt de business owner op basis van je business- en IT-strategie. Echter, als het blijkt dat dat systeem noodzakelijk is en je wil daar richting aan meegeven, dan is architectuur een interessante instrument, een hamer die je kunt gebruiken om dat systeem te bouwen. En daarvan heb ik onderzocht, is het dan zo'n principe effectief, is zo'n hamer dan effectief? En daarvan heb ik ook gezegd, in deze drie cases is hij effectief. Daarom ook in de definitie, die getraptheid, de getraptheid is dat we met principes statements hebt om te kaderen, ook gebaseerd en gerelateerd aan de business IT-strategie, want daar ligt de koppeling naar de effectiviteit van het systeem, zodat het systeem zijn essentiële requirements kan realiseren. En daarom is ook die definitie opgebouwd zoals die, of is die zo beschreven zoals die beschreven is. Dus terug naar uw vraag is, nou, antwoord op de vraag, zijn de architectuurprincipes effectief voor het doen waarvoor ze geschikt zijn, is het antwoord ja in deze drie cases. En is een informatiesysteem wel of niet effectief? Dat wordt bepaald door de strategie die je als organisatie hebt. En dan is de vraag aan u. Heb ik de vraag goed beantwoord? Ja, ik denk het wel. Maar dus nogmaals, de business owner bepaalt dus in principe het design van een informatiesysteem. Toch? De business owner bepaalt de essentiële requirements. Ja. Daar, op basis daarvan gaat een architect een design maken, gekaderd door principes. En daarmee, als hij, maar dat is even mijn persoonlijke mening, heb ik niet onderzocht, zou natuurlijk een business owner altijd moeten vragen aan een architect, weet ik zeker dat ik dan met dit design krijg wat ik gewenst heb? En dan zal de architect zeggen, ja, dat klopt. En dan kom ik weer terug op het antwoord van uw collega. Zolang je dus de principes koppelt aan de essentiële requirements, is het antwoord altijd op ja. Ja, en dat was inderdaad een essentie van mijn vraag. De architect zou zeggen, ja, dat klopt. Ja, dus een nee als antwoord zou die business owner niet accepteren. Ik dank u voor deze mooie discussie. Maar we gaan door, anders gaat de tijd. Ik ga
de oppositie continueren met professor Mulder. We gaan naar het scherm moeten kijken dan. Professor Mulder is hoogleraar bij de Antwerp Management School. Het woord is aan u. Allereerst, waarde promovendus, complimenten voor het onderzoek en het proefschrift. Dat heeft mijn grote interesse. Ik wil graag een stelling voorlezen en daarop doorgaan. Stelling 4. Er zijn indicaties dat architectuurprincipes een positieve, ligt de nadruk op positieve, bijdrage leveren aan het succes van IS-projecten bij de Nederlandse overheid. U verwijst bij deze indicaties naar diverse bronnen, waaronder naar het onderzoek van de heer Eaglen Kirk, die zo'n 3076 IT-projecten heeft onderzocht. En hij komt met een indicatie dat hoe groter het project, de meer waarde enterprise architectuur heeft. Maar tussen haakjes. Until a certain point. Hij stelt dat het maximum aantal en de omvang van projecten kan geholpen worden, maar bij grote projecten kan dat zelfs negatief zijn. U verwijst ook, referentie 22, naar professor Robert Winter met de titel Mission Impossible, Exploring the Limits of Managing Large IT Projects. En daarin dat onderzoek staat dat bij grote projecten er diverse clusters zijn ten aanzien van, bijvoorbeeld cluster 1, zelfs een goed projectmanagement kan deze Mission Impossible niet meer redden. Ik kijk naar uw cases. U schrijft over bladzijde 60, teruggaaf dividendbelasting. En daar staat dat dit ongeveer uit 6 personen bestond. U schrijft op bladzijde 104 over het CBS, energievernieuwing, dat dit approximately 7 mensen waren die het Nest-systeem bouwden voor 16 gebruikers. Op bladzijde 113 is de team size van Octopus is 7. En op bladzijde 123 geeft u aan bij e-post dat het ongeveer 6 personen bestaat. Nu ga ik een stapje verder. U schrijft op bladzijde 158 dat in 2020 er zo'n 82 grote IS-projecten waren binnen de overheid met een budget van 2,5 miljoen euro. En als ik het een beetje ruw inschat, is het zo ongeveer 31 miljoen per project en zo'n 200 mensjaren per project. Dus ik kom terug op uw stelling. Namelijk, er zijn indicaties dat architectuurprincipes een positieve bijdrage leveren aan het succes. Maar ik ben heel benieuwd naar uw bevindingen tussen haakjes. Tot op welk punt? Hooggeleerde opponent, ook u, dank u wel. En inderdaad, dit is precies natuurlijk in het kader van de onderzoeksaanpak die wij gekozen hebben. Natuurlijk het interessante punt dat je met cases moet gaan werken. En met de cases heb ik bewust voor gekozen om 3, ik heb het even getypeerd als middelgrote cases te pakken. Dat is natuurlijk even discutabel, middelgroot ten opzichte van wat. En u heeft net aangegeven per casus hoe groot ze waren. Ze waren in ieder geval deze 3 cases in ieder geval gelijkwaardig en daarmee even voor de onderzoeksaanpak tot een bepaalde mate vergelijkbaar. Wat u, Ivo, net in uw betoog aangaf, is natuurlijk de vraag, kun je dat extrapoleren naar alle projecten, grote projecten of kleine projecten? Ik ga hem zelfs omdraaien. En dat doe ik even op basis van intuïtie of in de basis van eerste reactie. Maar stel dat we nou een project zouden hebben, laat ik hem even heel concreet maken, een project zouden hebben wat alleen maar zou moeten doen, is typen hello world. Wel bekend bij de programmeurs van het programmeren van het systeem in C. Dat systeem is natuurlijk zo klein en beperkt, dat natuurlijk zelfs de vraag is of architectuurprincipes noodzakelijk zijn. Dus u exploreert hem vooral naar de grotere programma's toe. Ik maak mij even naar de kleine toe. Daarvan zou je kunnen zeggen, nou, bij een heel klein project zijn principes eigenlijk niet nodig, want hij is zo klein dat het geen toegevoegde waarde heeft. Omgekeerd van grote programma's kun je natuurlijk ook zeggen, er zijn dan misschien andere factoren die misschien wel een veel groter probleem kunnen oproepen dat je met architectuur kan oplossen.
Wat ik in dit onderzoek gedaan heb, is gekeken of die architectuurprincipes werken in deze drie cases. En ik zag hiervoor een positief effect bij deze drie cases. En wat andere indicaties om te zeggen, goh, duidelijk een indicatie dat ze effectief kunnen zijn. Ik heb dus niet gekeken of dat voor hele grote zou kunnen gelden. En ik heb dus niet gekeken of andere factoren misschien veel groter belang zouden kunnen hebben. En ook op de mini-conferentie vanochtend werd daar kort even over gesproken. Er kunnen hele andere factoren zijn, faamfactoren zijn. Slecht sponsorship bijvoorbeeld van de business owner waar we net over hadden. Dat die van veel grotere betekenis kan zijn. Dus in de vergelijking met architectuurprincipes als een instrument, als een hamer. Ja, voor het bouwen van een systeem heb je een hamer nodig. Maar misschien heb je op dat moment een zaag of andere instrumenten nodig die misschien op dat moment veel belangrijker zijn. Ik doe daar geen uitspraken over. Ik constateer dat de hamer voor deze drie cases heel goed waren. En laten we vooral onderzoeken of die hamer misschien niet in alle projecten in ieder geval een nuttig instrument kan zijn. En daarnaast, hoe groot en hoe nuttig dat instrument is, welke mate van impact die heeft. Ik hoop door hem net om te keren misschien toch antwoord te geven op uw vraag. Ik heb een vraag naar tevredenheid beantwoord. Ik had veel meer vragen willen stellen, maar de tijd staat het niet toe. Dus ik geef graag het woord aan de voorzitter. Hartelijk dank. Ik geef het woord aan professor Anne van Stralen, hoogleraar Accounting and Assurance Services aan de Universiteit Maastricht, ook op het scherm. Dankjewel, mevrouw de rector. Beste kandidaat, beste Michiel, ik heb met belangstelling jouw proefschrift ook gelezen en graag wil ook ik je feliciteren met het afronden van je proefschrift op een heel relevant onderwerp. En ik herinner me dat jouw promotor, Frank Harmsen, een aantal jaar geleden ons aan elkaar heeft voorgesteld. En toen sprak je al met veel passie over je proefschrift. En het is goed te zien dat je die passie niet verloren bent en dat we vandaag hier samen zijn. Ik had een vraag voorbereid bestaande uit een aantal drietal deelvragen, maar uiteindelijk heb je in de loop van deze verdediging daar al een vrij goed antwoord op geformuleerd. Dus ik ga die niet meer stellen, ook gegeven de tijd, want we willen ook zeker nog aan de laatste lid van de corona toch de gelegenheid geven om een vraag te stellen. Dus ik heb eigenlijk een vrij korte vraag. Die betrekking heeft helemaal op het thema, want we hebben natuurlijk al heel veel gesproken over de inhoud van je proefschrift, maar misschien moeten we nu wat meer naar het slot gaan. En ik was geïntrigeerd door jouw stelling op pagina 156, dus helemaal op het einde van jouw proefschrift. En ik citeer even, we would like to end this research with an appeal to make the research data findable, accessible, interoperable en reusable. De zogenaamde FAIR principes die ook aan onze universiteit hoog in het vaandel worden gedragen. Dus mijn vraag is heel eenvoudig. Kan jij ons aangeven hoe dat jij er hebt voor gezorgd en dat in jouw proefschrift elk van deze principes wordt toegepast? Dankjewel. Hooggeleerde opponent, ook dank voor de complimenten rond mijn proefschrift. En ik ben eigenlijk ook wel verheugd met uw vraag. En waarom? Omdat naast dat ik ook hier nu promovendus ben, ik ook als CEO van de universiteit ook hard trek aan het fair worden van deze universiteit. En er was voor mij dus ook die zin van belang dat ik de onderzoeksdata fair moest maken. Findable, accessible, interoperable en reusable. En ik moet zeggen, als promovendus was dat eigenlijk een hele zware taak. Dat had ermee te maken met het feit dat ik pas in de loop van het traject eigenlijk aan de universiteit hier begonnen ben. En ik op dat moment pas eigenlijk ook in aanraking kwam met de FAIR-principes. En dat heeft bijvoorbeeld te maken dus ook met het anonymiseren van data. Ik heb dus interviewverslagen gemaakt, maar ook in het kader van privacy kun je natuurlijk die data niet allemaal zomaar beschikbaar stellen aan anderen. En ik moet dus ook eerlijk bekennen, in deze besloten bijeenkomst zou ik bijna willen zeggen, dat ik ook nog bezig ben om die data te ontsluiten. We zijn dus bezig met die onderzoeksdata te ontsluiten. Ze slaan in ieder geval al benoemd welke data er is in publiek. Maar gaan we de achterliggende data ook nog ontsluiten om te zorgen dat die data inderdaad ook accessible en interoperable gaat worden. En dat heeft gewoon, in wat ik al zei, te maken met het feit dat op het moment dat je pas halverwege of aan het eind van je onderzoek je data nog moet anonymiseren en fair moet maken en klaar moet maken,
dat dat veel meer tijd kost dan als je aan het begin van het traject dat zou moeten gaan doen. En mijn ervaring en mijn oproep zou dan ook zijn, laat onderzoekers echt of vanaf het begin af aan die veerprincipes mee kennis maken. Laat ze dus ook al meegeven als bewustzijn met het anonimiseren van de data aan de voorkant, zodat je aan de achterkant veel minder werk hebt en daar dus ook veel minder weerstand hebt met het vermaken van de data. Ik hoop dat ik daarmee antwoord heb gegeven op uw vraag. Dankjewel. Oppositie wordt gecontinueerd door professor Iske, hoogleraar Open Innovation aan onze universiteit. Ja, mevrouw de rector, dank u wel. En geachte promovendus, ook van mijn kant, de complimenten voor het mooi geschreven boek. Ik wil trouwens ook de complimenten uitdelen aan de begeleiders, professor Harmsen en professor Proper. Ik vind dat u echt een mooie poging hebt gedaan om ook het antwoord te formuleren op de vraag die de titel is van uw werk. En ik denk ook dat het ontzettend belangrijk is, want er gebeuren natuurlijk ontzettend complexe projecten bij de overheid. Trouwens, dat moeten mensen zich ook realiseren, dat wij doorgaans de neiging hebben om complexe projecten ook te outsourcen naar de overheid. Hè? Want als we het ingewikkeld vinden, dan moet de overheid het maar doen. En alles wat we dus leren op dat gebied, dat kan bijdragen aan, aan de waardecreatie die daar kan plaatsvinden. Maar ik ga even richting mijn vraag, want ik waardeer enorm dat u uw best hebt gedaan om een definitie te geven van succes van een project. Ik moet erbij vertellen, ik ben oprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen, dus ik heb iets met het woord succes, of ik heb er misschien wel iets tegen. En in hoofdstuk 3 zegt u ook, dat hoofdstuk is getiteld, The Measurement of IS Project Success in the Practice. En op basis van veel literatuur heeft u ook uw best gedaan om ook tot een fatsoenlijke definitie te komen van succes. En wat ik met name daarin waardeer, is dat u ook vanuit meerdere perspectieven kijkt. En ik begrijp nu een beetje ook uit uw inleiding dat past ook heel erg bij u. En met name ook het menselijke aspect. Ik heb ook gezien dat ook heel vaak een beperkende factor kan zijn in het bereiken van je doelen. Hè. Ik zeg wel eens NT plus OO is DOO, wij houden van formules hier. En dat staat voor nieuwe technologie in een oude organisatie geven een dure oude organisatie. En die komen best wel vaak tegen. Dat zie je ook bijvoorbeeld de discussie die we net hadden over AI. Die stel ik ook zeer op prijs. Ik kan me ook helemaal niets voorstellen bij artificial intelligence. Een kunstplantje kan ik me niet meer voorstellen, maar kunstmatige intelligentie, nee. Ik zou die afkorting meer relateren aan iets als aanvullende intelligentie of additionele intelligentie. En ik begrijp dat u dat ook zo vindt. En u spreekt ook over de theorie en praktijk, dat hoor ik ook terugkomen. En daar weten we ook van, dat er in theorie geen verschil is tussen de theorie en de praktijk, maar in praktijk wel tussen de praktijk en de theorie. En dat betekent ook dat dingen soms anders lopen dan we hadden gedacht. En ik heb erg het idee dat daar niet heel veel ruimte voor bestaat in uw denken, althans in wat u schrijft over architectuur. Het is helemaal gericht op succes. Daar heb ik toch een beetje... Ik worstel daar een beetje mee. Want ik denk, als we kijken bijvoorbeeld naar dat werk van Westhuis en Fitzgerald, dan gaat het over de drie vormen van succes, de drie aspecten ervan. On time, on budget, on target. En juist in die complexe veranderende wereld vraag ik me hoe realistisch het is om te streven naar die drie zaken in een complexe veranderende wereld. En daarom hebben we ook andere technieken als Agile en Scrum en noem maar op. En ja, dus ik vraag me af eigenlijk, als je nou kijkt naar mislukking, hè, want het gaat allemaal over succes, ik wil even naar mislukking kijken. Er zijn mislukkingen, ik noem dat briljante mislukkingen, waar heel veel van geleerd kan worden. En ergens heb ik het idee dat ik dat eigenlijk ook wel succes zou willen noemen, maar dat lijkt in strijd met uw definitie. Hè, dus een briljante mislukking waar veel geleerd wordt, die is niet on target, misschien ook on time of niet on budget, en daar zit volgens mij wel heel veel waarde in. Dus dat brengt mij tot mijn vraag. Zou het zo kunnen zijn dat een mislukking toch een succes zou kunnen zijn, hoewel het niet voldoet aan de definitie, aan uw definitie van succes? En u heeft mij geïnspireerd een kleine vervolgvraag erbij te stellen. Dat gaat over inclusiviteit. Zullen we die daarna dan doen? Ja, heel kort. Ja? Inclusiviteit. Volgens mij bestaat er iets als een uitbreiding van de universele verklaring van de rechten van de mens. We hebben namelijk het recht om te mogen mislukken. En mijn vraag is, geldt dat ook voor IT-architecten? Hoogleraar opponent, eerst ook dank voor de complimenten voor mijn proefschrift.
En ik wil toch heel kort de ruimte nemen, want u legt bijna woorden in mijn mond waarvan ik me afvraag of ik er helemaal mee eens ben als het gaat om de definitie van artificial intelligence. De enige opmerking die ik wilde maken is dat wat wij in de praktijk artificial intelligence noemen, volgens mij gewoon business intelligence is, oftewel een mooie rapportage is. Overigens wil ik een andere keer met u graag nog hierover discussiëren over de definitie van AI, maar dat is denk ik voor nu even niet toepasselijk. Dat gezegd hebbende, antwoord geven op uw vraag met betrekking tot de mate van succes, hoe je dat meet en of mislukkingen ook eigenlijk niet een succes zijn. Ik ga daar eigenlijk twee antwoorden op geven en die vullen elkaar denk ik aan. Ten eerste, op het moment dat je het hebt over op tijd, binnen budget en on target, als dat extreme grote bedragen gaat aannemen, dan is dat een mislukking. En moeten we daar dan met elkaar blij van worden? Ik denk het antwoord nog steeds nee. Maar juist in de agile manier van werken, in deze casus waren er in ieder geval twee die agile waren, misschien wel alle drie, zou ik even moeten nakijken, was het juiste aanpak van het agile werken. En voor de leden betekent dat agile werken in kleine stapjes functionaliteit opleveren, waardoor de impact van een mogelijke mislukking minder groot is. En je er veel makkelijker bijsturen. Vind ik zo'n mislukking helemaal niet meer erg, want de impact is veel minder groot. Dus dat is eigenlijk antwoord op de definitie van toedekking nog steeds, ook voor de mislukkingen. En hoeft dat dus ook in die zin helemaal niet erg te zijn, want je moet leren. En dan kom ik meteen op het tweede deel van mijn antwoord. Ik heb ook in het boek namelijk geschreven dat het meten van projectsucces relatief is. En ik heb ook al aangegeven dat bij twee van de projecten er ook in eerste instantie een ander principe was gebruikt, het tegenovergestelde principe, waardoor het project verkeerd is gegaan. Echter, we hebben bij dit onderzoek, bij het meten van succes, het nieuwe project gepakt en hebben dus de mislukking buiten scope gelaten. De vraag die je natuurlijk kunt stellen is, had men daarvoor niet geleerd van die mislukking, waardoor het nu een succes geworden is? Het antwoord is waarschijnlijk ja. En had je dan niet, als je dan wat meer objectief had willen kijken over het geheel, de horizon moeten oprekken? Het antwoord zou dus ja kunnen zijn. Maar goed, per definitie moet je in onderzoek en in wetenschap gaan afbakenen. Je maakt een bepaalde scope en binnen die scope doe je een uitspraak. Mag dus mislukken? Is dat goed? Ik denk het wel. Zo leer je. Ik denk dat we dat ook moeten omarmen. En daarmee ook uw laatste vraag van mogen IT-architecten mislukken? Of mogen ze fouten maken? Vanzelfsprekend. Als wij als mensen niet meer fouten mogen maken, is volgens mij de wereld ten einde. Ik hoop dat ik daarmee antwoord heb gegeven op uw vraag. Dank u wel. U mag nog een korte reactie geven. Als u wilt. U mag nog een korte reactie geven of u inderdaad tevreden bent. U als expert op de briljante mislukkingen. Zeker. Ik trek toch nog even op uw opmerking. Ja, grote projecten, als het om heel veel geld gaat. Ja, denk bijvoorbeeld aan de aardgasvrije wijken van vorig jaar. Dat is 140 miljoen besteed om een paar duizend huizen van het aardgas af te krijgen. En het werden er maar een paar honderd. En iedereen vond het vreselijk. Het was ook gemeenschapsgeld. Trouwens, aandeelhoudersgeld komt ook van de klanten af voor uiteindelijk. Maar ik vind dat toch een ook de Algemene Rekenkamer heeft daar zich over uitgesproken. En ik heb toen contact opgenomen met Arno Visser, de baas van de Rekenkamer. Ik zei, je hoort, 140 miljoen is een hoop geld. Daar moet ik ook 3 maanden voor werken, zeg ik hem maar. Maar uiteindelijk gaat het niet over 140 miljoen en een paar duizend huizen. Het gaat over tientallen miljarden en miljoenen huizen. Dat is de overheid. En zelfs die 140 miljoen, wat heel veel geld is, zou uiteindelijk goed besteed geld kunnen zijn, als we het maar meenemen, dat waardeer ik erg in uw antwoord, naar de grotere schaal van dit hele vraagstuk. En ik hoop ook dat ook in deze wereld waar we het hier over hebben, als er mislukt wordt en er wordt genoeg van geleerd, wij toch uiteindelijk zullen zeggen, misschien was dat eigenlijk toch wel een succes. En ik zeg wel eens, een succes is ook maar een mislukte mislukking. Dat is een prachtige timing. Hè? Meneer Borgers, de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is hiermee ten einde gekomen. En de promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken. En ik verzoek u allen onze terugkomst ook af te wachten en daarmee ook te gaan staan.
Geachte heer Borgers, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. En op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar professor Harmsen, uw promotor, is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Dank u wel, mevrouw de rector. Dan geef ik eerst het diploma. Dat is een beetje moeilijk met de microfoon. Maar goed, dan ga ik even de microfoon neerleggen. Eerst de tekst. Oh ja, sorry. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Ja. Dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Michiel, Antonius, Christianus, Borgers, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul, door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend, en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Nou, dan is het nu wel tijd om hem te overhandigen. Goed, dan is het goed gebruik om nog wat enkele woorden te spreken. Het zijn echt enkele woorden, want er komt volgens mij nog een event hierna. Zeer geleerde dokter Borgers, beste Michiel. Het vervult mij met veel blijdschap en trots dat jij hier nu met je doktersbul staat. Het getuigt ook van een enorme wil en vasthoudendheid dat die doktersbul er gekomen is. Het is bewonderenswaardig dat jij, verder gememoreerd met een zware baan en een druk gezinsleven, tot dit resultaat bent gekomen. Velen zouden het bijltje erbij hebben neergegooid, jij niet. En dat is op zich al een buitengewone prestatie. De proeven van wetenschappelijke bekwaamheid, oftewel dit proefschrift, is ook inhoudelijk een uniek document. Het is voor de eerste keer dat een van de bekendere claims uit ons vakgebied, namelijk dat je architectuurprincipes moet gebruiken om de kans om een succesvol informatiesysteemontwikkelingsproject te vergroten, daadwerkelijk in de praktijk is getoetst. Die toetsing bleek ook nog eens een mooie brug te zijn, dat is ook gememoreerd, tussen de praktijk van overheidsprojecten en de theorie van het onderzoek in het domein enterprise architectuur. De afgelopen jaren heb je daar al met veel collega's over kunnen sparren, zowel in de beslotenheid van de wetenschappelijke conferenties, waar een aantal van jouw papers zijn geaccepteerd, als in de praktijk van alle dag. Eerst als chief architect van de Belastingdienst en uiteindelijk als CIO van deze universiteit. In jouw proefschrift verenigen theorie en praktijk zich op een hele mooie manier, zoals ze zich ook in jouw persoon verenigen. Daarom ook een paar woorden over jou als persoon. Nu komt het gevoelige stuk. Wij kennen elkaar natuurlijk al heel lang, ruim 20 jaar. Ik herinner me nog goed dat jij in eerste instantie een reputatie had van een soort kwajongen. Misschien ook ingegeven door je jeugdige uiterlijk, waar ik natuurlijk alleen maar jaloers kan zijn. Ik weet nog goed dat er in een projectbeoordeling van een van jouw klanten, toen jij consultant was, iets stond over jouw sterke en zwakke punten. Een enorme waslijst aan sterke punten. Heel veel kennis van zaken, het vermogen om een project strak in te richten en te sturen, samenwerken, communicatie. De mensen die met Michiel samenwerken, die zullen het herkennen.
De betreffende klant vond het lastig om een verbeterpunt te vinden. Hè? Want dan moet je op zo'n formulier moet je ook verbeterpunten opschrijven. Nou, heel ingewikkeld allemaal. En dat schreef hij ook letterlijk zo op. Ik vind het lastig om een verbeterpunt te vinden. Maar kwam uiteindelijk met de volgende legendarische zin. Michiel kan, tussen haakjes bij een eerste kennismaking, volstrekt verkeerd overkomen. Hij geeft, tussen haakjes in ieder geval op mij, een arrogante indruk. Wat versterkt kan worden door zijn gedegen kennisniveau. En dan komt daarna, hij is absoluut niet zo. En daar kom je snel genoeg achter als je er voor open staat. Want hij er ook nog achter schreef. Michiel moest zich daarvan bewust zijn en wellicht wat mee doen. Nou, volgens mij heb je daar ook wat mee gedaan. Zowel in de zogenaamde rode kopersessies. Die Jan Willem, hier ook in de zaal, en Michael vanaf 2003 organiseerde. En wat ik zelf ook meedeed, als in andere bijeenkomsten. Je was in die sessies altijd heel hard en gedisciplineerd voor jezelf, vond ik. En dat heeft je denk ik in het promotieonderzoek enorm geholpen. Ik vond nog een evaluatie van een andere teamsessie uit 2007 van team Heiner. Dat zul je ook ongetwijfeld nog herinneren. Waarin je schreef, locatie en eten goed mag voor mij juist soms ook wat spartaanser. Afzien is voor de consultants ook wel eens goed. Nou, dat tekent jou, denk ik. Die discipline heeft je ook door de afgelopen 2 jaar gesleurd. Terwijl jij in 2019 al langzaam aan het opmaken was voor de afronding van je proefschrift, was er opeens aan het eind van het jaar een ernstige aanval van cybercriminelen, ook al gememoreerd, op de infrastructuur van deze universiteit. En ik denk dat ik voor alle medewerkers van de UM spreek als ik zeg dat je dat major incident, en dat is denk ik nog zacht uitgedrukt, voorbeeldig en met heel veel energie en hard werken hebt opgelost. Maar wel ten koste van de onderzoekstijd die je juist in die betreffende kerstvakantie had gepland. En net toen je weer op adem begon te komen, kwam corona. Iedereen weet wat dat heeft betekend voor de versnelling van de digitale agenda op deze universiteit. Weer een aanslag op jouw agenda tot gevolg. Maar goed, je hebt door de afgelopen 2 jaar je voorbeeldig heen gewerkt en nou, met dit fantastische resultaat. En omdat we elkaar zo lang kennen, zou ik nog uren kunnen doorgaan. Dat ga ik niet doen. Rector die kijkt al bedenkelijk. Maar misschien later op de dag nog van een keer, want we gaan natuurlijk gewoon door. Ik wil wel nogmaals mijn enorme waardering uitspreken voor de inhoudelijke kwaliteit van je werk. Maar ook voor je doorzettingsvermogen en voor jou als persoon. Ik wil je ook danken voor de samenwerking de afgelopen jaren. Een samenwerking die wat mij betreft nog lang mag duren. Maar voor nu heel hartelijk gefeliciteerd en geniet van je doktersbul. Dank je wel. En ik zie dat Michiel aanstalten maakt om iets te gaan zeggen. Dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Maar ik wil natuurlijk ook dokter Borgers, Michiel, van harte feliciteren. Ook namens de universiteit, namens mij als rector. Ook namens vicevoorzitter dokter Bos op de eerste rij. En decaan Pieter Mulgaard van de faculteit waarbij hij promoveert. We zijn inderdaad enorm trots op je. De omstandigheden zijn allemaal geschetst. En dat hebben we natuurlijk ook allemaal gezien. Dus het feit dat je nu hier staat als jonge dokter is echt een geweldige prestatie. Ik hoop ook dat jullie een rustige zomer tegemoet gaan. Want dat hebben jullie allemaal met het hele gezin en de prachtige zonen als paranimfen meer dan verdiend. Ik ga hiermee ook langzaamaan richting een afsluiting. Ik ga dadelijk Michiel nog een boek en het certificaat ook overhandigen wat iets handzamer is dan de grote bul. Mocht je ooit nog ergens een bewijs moeten laten zien. Dat doe ik dadelijk corona-proof, dus dat doen we even op een ander moment. Ik wil ook graag de aanwezigen online bedanken voor jullie virtuele interesse in deze promotie. Dat is altijd toch wat zwaarder om naar een scherm te kijken, maar het ziet er prachtig uit van deze kant. Dus veel dank dat ook u er was. Hetzelfde geldt voor onze commissieleden online en onze commissieleden hier in de zaal. Fijn dat u vanuit zowel de faculteit als extern naar de universiteit bent gekomen om deze dag bij te wonen. Ik wil als laatste vragen om de aanwezigen te verzoeken naar de receptieruimte te gaan, waar we ook weer corona-proof op 1,5 meter de net benoemde dokter kunnen gaan feliciteren. U mag dan als eerste de zaal verlaten. En de commissie blijft nog even achter om een laatste foto te maken en dan zal dokter Borger zich snel bij u gaan voegen. Ik wens u ook een heel fijn weekend en beëindig daarmee deze academische zitting. Dank u wel.